applaus verlaat de glazen stad. Het Sportpaleis Ahoy hier in Rotterdam. En wij maken ons op voor de tweede helft Oost-Nederland tegen de politie. Met de stand 6-1 voor hetzelfde Oost-Nederland. Afgetekend de ervaring van 5 jaar minivoetbal tegenover een ploeg die het vanavond voor de tweede keer speelt. Het wachten is op de bal. Daar komt hij. En weer is het Van der Leij. Kijk, zo doet hij dat altijd. En soms lukt dat. Vraag me af of hij dan van zijn eigen helft scoort of van de andere helft. Maar dat zal de scheidsrechter wel uitmaken. De politie, we gunnen het ze allemaal van genuchten. Nou jongens, laat eens wat zien, roep ik dan. Bruinestein. Ja, het ontbreekt aan durf ook. Peter Hooman gaat inrollen. Van der Leer was dat, overgenomen door Gerard Zomer. Wösting. Schot en een doelpunt van rechts. In de lange hoek kreeg daar de bal via Zomer. Schoot ongehinderd in. 7-1 voor Oost-Nederland. We hebben pas 51 seconden gespeeld in de tweede helft. Bruinestein. Van der Lande, Zomer. Rusting. Goed aangepakt daardoor Hooman. Inrol. Oh, 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 daar komt Geestman. Van der Leer, Van der Leij. Zomer. Terug op André Van der Leij. Achter het doel Rusting, daar komt hij. Probeert het met een kopbal. Peter Hooman, bekijk het nu. Ja, zo schiet je niet op. Hooman. Van Genuchten. Bruinestein. Het duurt te lang allemaal. U ziet dat. Handig doet hij het allemaal, maar het duurt allemaal. Ja? En dat kan de eerste hoekschop worden voor de politie. Nou, schot. Ja. Bruinestein. Inrol Van der Leer. Van Genuchten. Kijk uit, Van der Leij zit in je rug. En dat zal een hoekschop worden. Jazeker, de tweede voor de politie. Haat Van der Leer achter de bal. Ja, nou, oh, wat een kans, jongen. Laat die maar gaan. Ja, 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 dat ging iets te enthousiast. Huub Hoogst daar in botsing met Wösting. En de arts Kees Kloos erbij. Zal best meevallen, denk ik. Enorme kans daar die Harry van Genuchten kreeg. Maar het ging niet even niet door. Laten we hopen dat Hoogst in het doel kan blijven, want hij verdedigt dat uitstekend, moet ik zeggen. Ja, het lukt. Applaus van de tribunes. Scheidsrechterbal daar bij Theo Boosten. En Van der Leer in balbezit. Popma. Onmiddellijk overgenomen, daar komt Juring. Dat doet hij heel slim, bijna te slim. En net nog die voet van Van Laarden tussen. Schot. Dan toch. Jan Juring scoort. De 8e goal voor Oost-Nederland. Stand dus 8-1. 4 minuten en 24 seconden gespeeld in de tweede helft. Van der Leer. Popma. Van Laar. Achter het doel Peters. Daar komt hij. Maar onmiddellijk die lange Van der Landen ertussen. Hakballetje André. Henk Warnas. Met Van der Leij naar voren nu. Paalpats, Van der Leij. Warnas. En u ziet hoe geroutineerd en hoe makkelijk dat allemaal gaat. Puntertje, gewoon even kijken.
die bal krijgen van Henk Warnas, dan de zaak bekijken en rustig punteren in de hoek. 9-1 voor Oost-Nederland. Een debakel dreigt voor de politie. Popma. Dan gaan ze weer. Je, ja, goed bekeken. Het doel stond even op een andere plaats. Wim van Laar. Popma. Van Laar. Nog eens Popma. De Vries. Peters. En Rob van der Landen ertussen. Van der Leij. In de rol politie. Andersom zegt Fred Alcoer. Van der Leij gooit in. Warnas, paalplaats. Warnas. Van der Leij. Kijk eens even. Naar rechts. Daar komt hij. Paalplaats. André. Nee. Ik denk dat er een hoekschop wordt. Nee, ja, dat is hij. De derde voor Oost-Nederland. Graag het strafschopgebied vrij. Oeh, wat hard. Juring op zijn linkerslof. Huub Hochs rolt uit. Popma. 3-2, schot. En denk erom, je zit vlakbij een vierde corner. Ja, hoekschop, zegt Fred Alcoer. De derde dus nu voor de politie. Bijna de vierde aan die andere kant straks voor Oost-Nederland. Daar wachten we op. En we kijken naar de inrol van Peters. Dat doet u nu. Goeie bal. U ziet, hij is balvaardig genoeg, die Bruinestein. Uitstekende poging. Vierde corner, getekend penalty voor de politie. Strafschop wordt genomen door nummer 4, Harry van Genuchten. Nou, Harry, kom op. 9-1 is de stand. Maakt hij een 9-2 van. Op de lijn Rob van der Landen. De bal ligt stil. Delcour fluit. Schot. En een doelpunt. Prima. 9-2. Na 8 minuten en 49 seconden. Rustig jongen, alle tijd. Ja, nu niet meer. Heusting. Schot. Over. Uitrol. Met Bruinestein naar voren. Van Genuchten. Van Laar. Bruinestein. Te ver. Bal graag in rol politie. Daar komt de lange bal op Weusting. Poging van Zomer was dat. In rol voor het politieteam van Genuchten. Ja, dat gaat goed. Een dreun van Peter Homa. Warnas. Weusting. En wederom in hetzelfde vak. Ik denk dat als het na 3 keer gebeurt, dan mogen ze hem houden. In rol Wim van Laar. Van Genuchten. Kom jongens. Zo kom je er niet. Van Genuchten. Bruinestein probeert het met een verschot. Halverwege de tweede helft zijn we. Nou, u begrijpt, geen enkel probleem voor Oost-Nederland. Het enige wat nog niet vaststaat is de totaal aantal goals wat ze maken. En u ziet die schitterende beweging daar van Gerard Zomer. Die uithaalt en de stand brengt op 10-2. Wat stelt de politie daar nog tegenover? Van Genuchten. Tussen de benen door. Homan. Schot. Inrol.
tempo. Homa. 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 Neemt de vrije schop zelf, denk ik. Andere plaats, heeft hij geluk bij. Bruinestein. Van Laar. Homan. Terug naar Van Laar, schiet. Van der Leer naar Van der Laar. Homan. Ja, prima. Ja, oh, dat is jammer. Beusting zat er net tussen. En nog een keer, nu kun je schieten. Oh, hij doet het niet. Kom op, jongens. Van Geruchten. Homan. Paalplas had het spelletje door. Ruud Geestman, rechts van de lei. Bal bereikt hem niet. Weustink rolt in. Paalplas. Van de lei. Weustink. Geestman. Homa. Ja, kom. Snel. Goeie bal. Van der Landen net op tijd uit zijn doel. In rol voor de politie. Ging iets te hard, zei André. Van Genuchten. Van Laar. Geen doorkomen aan. Kijk. Stuk de show van Oost-Nederland. En zo los je dat op, zegt Theo Paalplas. Rolt in. Geestman. Paalplas. Kijk eens even. Van der Leij. Nog 5,5 minuut rest ons van het einde. 10-2 is de stand voor Oost-Nederland. En daar komt Harry van Genuchten. Punter was dat. Weustink. Feest van Weustink. Jan Juring. Weer een kans voor Homan nu. Bekijk het even, wippen. Hij doet het niet. Strand op Van der Landen, in rol politie. Toon Valks vraagt nu om een time-out. Nou, lijkt me wat overbodig, maar goed, hij heeft wellicht wat belangrijks op te merken. Wij kijken naar Weusting. De coach van Oost-Nederland wacht op dat de bal uitgaat. Dan krijgen we de time-out en we gaan luisteren wat hij dan te vertellen zal hebben. Van der Leij. Weustink. Geestman, Juring. Goeie bal weer. Ja jongens, daar ga je weer. Kom op nou. Schot van Popma. Of niet? Hij doet het niet. Hij denkt, bekijk het. Doe het zelf maar. En dan nu, een knal bijna door de boarding. Wij gaan door met Weusting. Geestman, Weusting, Van der Leij. Geestman. Schot. Ja, 11-2 via Ruud Geestman. Met zijn linkerbeen gespeeld ruim 16,5 minuut. Peters. Popma. Van Genuchten. Bruinestein.
En die bal wil niet uit. Peters. Jan Juring. Reusting. Nou, dit heet in het WT, die kun je uitzagen. Van rechts oplopen, ongelooflijk hard uithalen. Stand 12-2. En ik zou die time-out maar laten zitten, Toon. Peters. Van Genuchten. Popma. Goeie poging daar van Harry van Genuchten. Van der Leij. En nu is hij uit en daar krijgen we dan de aangevraagde time-out door Toon Valks. En nogmaals, ik ben met u benieuwd wat hij nog te vertellen heeft. Let op. Jan, bij het moment dat ik dacht dat jullie gingen verslappen, hadden jullie het geloof ik zelf in de gaten, geconcentreerd blijven spelen. Toch uit zijn op meer doelpunten maken. Uit zijn op meer doelpunten maken is belangrijk. Als je de bal elkaar toe wil schuiven, dan weet je ook dat de mensen zonder bal uit de dekking moeten blijven. Zich niet moeten verstoppen. Afgesproken, doorgaan in de laatste paar minuten. Ja, zo is een keiharde coach als Toon Valks. 12-2 is de stand, 10 doelpunten verschil. En wat roept hij? Jongens, meer doelpunten maken. Goed. Ze hebben daarvoor nog 2 minuten. En natuurlijk is het doelsaldo belangrijk. Vooral om dadelijk die finale pool te bereiken en dan in de kruisfinales te gaan spelen. Wordt dat een vrije schop? Ja, dat wordt een vrije schop. Te nemen door Ace Popma. Bruinestein. Popma. Peters. En nu? Nee hoor, het mag niet. Steeds is daar dan, als er een kans is, Rob van der Landen om die bal van de lijn te halen. Ja, daar staat hij tenslotte voor. Peters. Van Laar. Een afzwaaier. Warnas. Paalplaats. Naar rechts op Zomer. Paalplaats. Geen enkele moeite voor Huub Hoogs. En we gaan nog een keer in de aanval terwijl de laatste minuut hier is ingegaan met het politieteam. Peters. Een cynicus roep van de tribune, jongens, de gelijkmaker. Wij hebben nog te spelen, dames en heren, ongeveer 40 seconden. Vrije schop voor de politie. Zou het dan nu nog lukken om in ieder geval die derde goal op het scorebord te krijgen? Ja, zo niet, want Fred Alcour stond even de weg. Overnemen. Frank Bruinestein was wat te gehaast. Goeiewel, Fred. Vrije schop. Oei, ja, dat is toch slim. Net naast. Nog 30 seconden te spelen. Warnas. Popma. Bruinestein, kom. Oh, het mag niet. Nee, nee. Afgeteld wordt er nog 8 seconden. Geestman dan. Weer een redding. Inrol. Het is gebeurd. Het is gebeurd. Oost-Nederland behaalt hier een afgetekende overwinning. Wint met 12-2 van de politie. En als ik het goed heb geteld, hebben we in dit seizoen al 94 doelpunten hier gezien. In de diverse wedstrijden die we hebben gehad. Wel. Het zal denk ik in de volgende wedstrijd niet zo lopen als vanavond, dames en heren. Die wedstrijd kunt u zien op 5 januari aanstaande. Het is alweer 1981. We gaan dan kijken naar de eerste wedstrijd in de tweede ronde van Pool B tegen Limburg tegen de militairen. Vanavond nemen we afscheid van u. Oost-Nederland heeft zich ongetwijfeld geplaatst in de finale pool. De politie zien wij nog één keer aan het werk. En wellicht dat ze volgend jaar iets beter voor de dag weten te komen. Wij nemen afscheid van u. Dit was Mini Voetbal voor vanavond. Ook NCRV. Graag tot een volgende keer.